iedereen zit erop te wachten, James. Jouw James the Musical. Wanneer mogen wij die verwachten? Ik kan niet zeggen wanneer jullie die mogen verwachten. Ik kan wel zeggen dat alles al is ingeblikt en dat we dat in augustus gedaan hebben. En dat het, ja, het wordt schoon. Ik ben er heel trots op. Ik zat daar in augustus en na de laatste aflevering dat we gedraaid hadden, ben ik met het hele team, want ik maak dat niet alleen. Hè. Het is met heel veel mensen dat ik dat programma mag maken. We gaan samen zitten en dan hebben we echt allemaal gaan gekeken van, ja hè, het zit goed hè, ja hè. Dus wanneer het komt kan ik niet zeggen. Maar als het komt, dan hoop ik dat de mensen even massaal gaan kijken en weer genieten van het harde werk dat niet alleen ik, maar een heel team hebben gehad om daar een schoon eind aan te maken. En ja, van de ideeën die erin zitten, zijn er zo bepaalde ideeën of een bepaald idee waarvan je zegt van dat blijft mij toch bij, omdat daar hebben we eventjes moeten naar zoeken of dat vond ik heel grappig of dat vond ik heel emotioneel. Zit er zoiets tussen waar je ook bij bent? Ik kan nog niet veel vertellen natuurlijk van de acts. Hè. Dat is natuurlijk de verrassing, zowel voor de kijker als voor de persoon die direct tegenover mij zit. Dus daar kan ik nog niet veel van vertellen. Maar ja, zulke acts, dat is niet over één nacht dat dat beslist wordt. Dat wordt... altijd een heel goede research naar gedaan van oh, wat weten de mensen eigenlijk nog niet en wat weten de mensen dan weer wel. Dus ja, misschien ga je net wel de verhalen krijgen die je niet verwacht. En dat is toch altijd het werk dat we erin steken.